Het is vandaag 22 september 2015 en ik ben in Halsteren bij het winkelcentrum Vogelenzang en ben hier bij de kaasshop, de kaasshop. En de kaasshop die heeft hier op deze plek zijn langste tijd gehad. De winkel bestaat 40 jaar, maar door een grote verandering hier en gaat de kaasshop verhuizen naar de overkant, ook weer in de Dorpsstraat bij Vogelenzang. En we gaan eens binnenkijken en een praatje maken met de huidige eigenaresse, Toos Roks, wat ze te vertellen heeft en wat de winkel allemaal te bieden heeft. Goeiedag, ik spreek met Toos Roks, eigenaresse van de kaasshop in Halsteren, gevestigd in winkelcentrum Vogelenzang, Dorpsstraat ook nog, hè? Ja, klopt. Ja, en Toos, er staan belangrijke gebeurtenissen op spel, op touw, hè? Want ja. Jullie hebben hier, jij zelf hebt hier in deze winkel 10 jaar de scepter gezwaaid. Klopt. Maar het einde is nabij wat dat betreft hier op deze plek. Ja. Jullie gaan verhuizen. Ja. Waar naartoe? We steken over. Ja. We gaan naast boekhandel Vermeulen. En daar is de locatie vrijgekomen. En ik heb altijd gezegd, als we gaan verhuizen is het op loopafstand. Dus die keuze is zo gemaakt. En we denken een goede stap om daar de winkel voor te zetten. Want het is natuurlijk op dezelfde plaats, precies zoals je zegt. De klanten, dat blijven dezelfde zeer waarschijnlijk. En, dus zoveel verschil zal er niet zijn. We blijven ons best doen. Ja. En we hopen dat we de klanten mogen ontvangen in de nieuwe. Ja, in deze afgelopen 10 jaar, hè, dat je deze zaak runt, heb je dan het klantenbestand ook zien veranderen? Het soort, de leeftijd van de mensen, waar ze vandaan komen? Ja, de klanten zijn heel divers wat betreft leeftijd, zowel, er komen steeds meer jongere mensen in de winkel die goed eten weten te waarderen. Mm-hmm. Dus die tendens is landelijk, maar toch zeker bij ons ook goed te merken. Dat mensen steeds meer bewust worden van goede voeding. Dus dat is gewoon heel fijn dat mensen het waarderen van hoe lekker eten, hoe dat smaakt. Dus gewoon om genieten van het eten, maar ook voor je gezondheid, voor je eigen lichaam. En, dat mensen, maar zou je kaas dan kunnen noemen, zou je dat een luxe product kunnen noemen? Dat mensen zeggen, nou als we moeten bezuinigen, dan gaan we op kaas bezuinigen. Heb je dat kunnen merken? Dat hebben we niet direct kunnen merken. En ik ben het er ook niet mee eens, een luxe product. Mm-hmm. Want het is uiteindelijk een heel mooi product. Ja. Al wat we verkopen, want daar staan we zelf helemaal achter. Anders willen we het ook niet verkopen in de winkel. Maar het is maar net wat je belangrijk vindt om je geld aan te besteden. Ja. En de een vindt vakantie belangrijk. Ja, je kan 10 redenen noemen. Maar lekker eten, waar je van kan genieten, dat komt iedere dag terug. Dus dat je dat kan waarderen, vind ik wel belangrijk. Ja, Toos, het zal niet zo lang meer duren. En dan komen de slopers. Ja. En die gooien dit blok hier, waar de kaasshop in zit. En hiernaast staat juwelier Ooms. Ja, die gaat in januari verhuizen. En, als het volgens plannen zo vast gaat. Ja. En dan gaat het hele blok tegen de vlakte. Ja. Ja. En dan krijgen we een lege plek hier. Ja. Wat gaat er dan gebeuren, zover jij weet? Zoals het, de plannen er nu voor staan, wordt het een plein, leeg plein. Een leeg plein. En wij hebben als winkeliersvereniging zijn wij heel actief geweest om het voor elkaar te krijgen voor het parkeerterrein, wat voor ons heel erg belangrijk is voor de winkeliers. Mm-hmm. Met, geen blik, geen handel, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk hebben we dat niet voor elkaar kunnen krijgen. Dus het wordt een plein. Ja, mensen komen natuurlijk hier voor hun dagelijkse of wekelijkse boodschappen, maar we krijgen, het komt er alweer aan, de feestdagen, zoals ze dat zo mooi noemen, Sint-Niklaas, Kerst. Daar doen jullie ook speciale kerstpakketten maken, als dat om gevraagd wordt. Daar doen wij best, zijn we best wel intensief mee bezig. Mm-hmm. Heel erg leuk om te doen, zowel voor particulieren als bedrijven. En we doen eigenlijk door heel het jaar heen doen we geschenken maken, ook voor verjaardagen, dankjewel. En dat varieert van 10 euro tot wat de klant wil. Mm-hmm. We kunnen het zelf samenstellen in overleg met ons. Dus er is heel veel mogelijk. En november, december, dat zijn wel de uitgelezen maanden om
van de bestellingen die we hebben. Ja, en dat kun je allemaal goed aan of neem je dan extra personeel aan? Of, dan wordt er een avonduren doorgebracht. Ja, natuurlijk. Ja, en een zelfstandig ondernemer. Dat ik ook, ja, ik tel mijn uren niet, maar dat vind ik wel belangrijk. Ja. Maar ik moet ook, dat mag ook wel, ja, vind ik zelf ook wel belangrijk dat ik dat gezegd wil hebben, dat ik vijf parttimers om me heen heb. Mm-hmm. Ja, die gewoon ook heel belangrijk zijn. Ja. Samen doen we het. Precies. Ja. Ja, zo'n verhuizing heeft heel wat voeten in de aarde. Ja. En normaal, ja, er blijft niks meer gelijk. En ik heb zelfs begrepen dat de naam Kaasshop, ja, die gaat ook weg, hè? Ja, wat gaat dat worden? Nou, toen, even terug naar 10 jaar geleden, toen ik de winkel overnam. Toen hadden we, wat doen we met de naam? Laten we het zo of gaan we een andere naam? Uiteindelijk hebben we gekozen voor de Kaasshop, omdat het uiteindelijk wel een begrip is in de omgeving Halsteren. Nu met de verhuizing hadden we zoiets van, oké, wat nu? Nu is dit eigenlijk het moment om een naam bij te doen. Want Kaasshop is inderdaad een naam uit de jaren 70 voor een winkel. Daar waren wel meer winkels beroemd met een Engelse benaming. Mm-hmm. Dus we zeiden, oké, wat gaan we ermee doen? Hebben de collega's en wij zelf van oké, we leggen een A4 in het keukentje, schrijf mijn naam op en kijken of we dan uitkomen. Uiteindelijk meer dan 20 namen. Ja. En we kwamen er niet aan uit van dat is het. Dus ik denk, nou oké, dan blijft het Kaasje. Ja. Maar vrienden van mij, Peter en Ria van der Graaf. Peter is communicatieadviseur. Mm-hmm. Helpt mij ook. Hij zei, Toos, ik heb een naam. En hij zei, ja, tot ziens, dankjewel. Hij zei, Kaas en Toast. Okay. Laat het maar bezinken en denk er maar over na. Dus eigenlijk na een dag, een nachtje geslapen heb, ik denk, nou, dat is het. Het voelt goed, dat is het. Het heeft wel een uitleg. Kaas en Toast. Toast heeft drie benamingen, waarvan toast is het belangrijkste is toasten op het goede, mm-hmm, het leven, het lekkere eten. Toast is kaas met toast, als crackertje. Je hoort het niet, want je schrijft het natuurlijk anders. Ja, maar en dan de derde, de pinkslag van de drie, is toast met naam erin. Ja, ja. Dus vandaar de naam kaas en toast. Kaas en toast. We zijn er heel blij mee en ik denk dat het misschien wel voor de een aantal klanten blijft gewoon Kaasje. Ook prima. Maar het ligt goed in het gehoor. En hoe schrijven we dan toast? Toast met T-O-O-S-T. Juist. Ja. En het N-teken met een ampassant. Ja, ja, ja. Nou, fantastisch. Kaas en toast. Het ligt nu al makkelijk in mijn mond. Okay. Dat zal snel gaan. Ja, Toast. Vandaag is het 22 september. Ik heb begrepen dat de laatste winkeldag, die zal zijn op 9 oktober? Op 9 oktober, op vrijdag, komt Toon Holland. Dan, oh, dat is de juist, Toon, die hier begonnen is. Ik kom hier een stukje afscheid. Dat is gewoon gezellig. Kom koffie met iets lekkers erbij. Mm-hmm. En een gesprekje met de klanten die Toon nog van toen kennen. Ja. En dan zaterdag, 10 oktober, is onze laatste dag. Dat is de laatste dag. En dan gaan we op maandag, dinsdag, woensdag, 12, 13 en 14 oktober. Sluit, dan zijn we dicht. Dan kunnen we aan de overkant de nieuwe winkel gaan we inrichten. En dan gaan we donderdag 15 oktober open. Oh, prima. Ja. Toos, alvast vooruitlopend op al de gebeurtenissen die nou aan het komen zijn. Veel succes. Ja, en ik hoop dat het allemaal vlot verloopt. Ja. En dat de klanten dat ook allemaal in grote getalen weten te waarderen. We doen ons best. Okay.